Goedemiddag allemaal, as you can see, ik ben gedoucht. Ik was iets vroeger klaar met werk, omdat ik maandag wat overgewerkt had. Dus dat is wel heel chill. Ik was eerder thuis dan gepland. En ja, mijn haar was een ramp. En ik ben nog steeds into the Olaplex. Ik heb 2 nieuwe producten nog gehaald. En die moet je zeg maar aanbrengen voor je het was. Dus daar had ik nu echt tijd voor, dat was echt fijn. Ik ben benieuwd naar het resultaat zometeen. Het is nu 2:30. Over dit en een uurtje komt mijn moeders tante iets ophalen hier thuis, wat ik gewoon moet afgeven en that's it. En verder heb ik tot 5 uur nu om me klaar te maken, rustig iets te eten zometeen. Want ja, ik ga rond 5 uur richting het station, dan zie ik welke trein ik als eerste kan nemen. En om 7:08, dan vertrekt mijn tallies. En hopelijk heb ik geen gedoe, want gisteren was de NS heel erg onderbroken. Dus ik hoop dat dat nu niet het geval is. Maar ja, we gaan het zien. Ik ga nu in ieder geval nog een beetje chillen. Even komen van werk op, want het was toch best wel een pittig dagje. Wat dingen kijken op tablet. En voorbereiden voor vertrekken naar Amst. Het is 4:15. Ik ben klaar op zich. Mijn make-up, mijn haar, mijn nagels zijn klaar. Ik ben half omgekleed zoals het hoort. Alleen komt er nu een ander shirt. En mijn broek, die had ik in de was gedaan. Omdat, ja, ik had eigenlijk een heel fijne broek aangedaan om te werken nog. En toen dacht ik, die wil ik wel. Dus toen ik mijn lakens ging wassen, heb ik die erbij gestopt. En ja, de zomer is nog een beetje klam, zeg maar. Maar het komt wel goed. Hij is grotendeels droog. En als ik hem nu nog een half uurtje, uurtje laat drogen, komt helemaal goed. Maar ja, het is nu gewoon wachten. Ik word suffig van gewoon hier te zitten. Mijn tante komt me oppikken rond 5 uur. Dan ga ik rustig naar het station. Ik moet alleen nog een ticket kopen naar Brussel. Dan ook weer op mijn telefoon. Maar voor een beetje tijd heb ik het via de automaat, denk ik wel. En ja. That's it. Er was eventjes complete chaos op Brussel. Maar dat was ook groot en mijn trein komt eraan. Thank you.
leuk. 3 hours later. Still waiting. Lua. Oh, pop the cash. Pop the cash. Wat is de maan? Ontzettend groot en fel en veel. We hebben net gefilmd. Yeah. Die zijn lekker, maar dat zie je in de video. Wat gaan we nu nog doen? Je verjaardag vieren. Hoe laat is het? Volgende. Ja, het zit er niet ver meer vanaf. 35 voor. Dus jij gaat even showeren, dan kan ik je een kaartje in orde maken. Nee, dat heeft ze nog niet gedaan. Ze moet nog een kaartje geven. Ja, ja, ik had die andere wel gesprek. Ja. Dat is waar, maar goed. Ben je benieuwd naar je cadeautje? Ja. Tot zo. Doei. Nee. Sales show. Bijna! Ben je? Nou. Bijna! Doe! Nee. Ja! Good night. Ik ga het voorstellen. Voel me al 3 dagen jarig, maar goed. We don't even have to try, it's always a good time. Wow. Hoe vals kan het weer? Yay. We don't even have to try, it's always a good time. Gefeliciteerd, mom. Dankjewel. Yay. Oh. Helaas. Hey allemaal, zoals jullie zien, ik ben weer thuis. Ik ben nog steeds jarig. Ook al, het is gek, ik voelde me gisteren jariger dan vandaag. Maar goed, ik ben weer thuis. Ik heb mijn spullen wat uitgepakt. Ik ben gedoucht. Oh, mijn voeten doen zoveel pijn. Ik wist dat ik schoenen aan had die best wel risicovol waren, als in met blaren en zo. En ja. Ik hoef het verhaal denk ik niet af te maken. Ik heb gewoon aan beide voeten echt enorme blaren. En ik heb er 2 dagen lang pleisters als een gek op gekleefd. En die pleisters gingen er steeds vanaf. Vandaag heb ik er echt van die steriele doekjes opgehangen met echt tape. Zelfs dat is allemaal losgekomen. I don't know. Vreselijk. Maar goed, ja. Ik hoop nu met een beetje in het warm water te zitten dat het beter is. Ik ga er zo meteen ook wat zalf aan doen nog. Want ja, morgen moet ik werken. Halleluja. Gaat niet met pijnlijke voeten. Maar goed, ik ben terug. Ik was met de Flixbus.
voor de eerste keer. Dat is best wel goed bevallen allemaal, eigenlijk. Ja, een beetje een gek systeem wel. Je reserveert een plek en ineens zitten er ook weer andere mensen op je plek. Ik dacht dat het Tallis Only was, maar nee, Flixbus is ook. Mensen kiezen gewoon waar ze gaan zitten. Fuck you. Nee, maar het is wel goed bevallen. Volgende keer zou ik wel bij Bijlmer opstappen. Ik ben nu bij Sloterdijk opgestapt. Maar dan ga je eigenlijk alsnog helemaal Amsterdam door. Richting Bijlmer om zo via Utrecht naar België te rijden. Dus ja, volgende keer zou ik wel Bijlmer nemen als beginstation. Want het is een beetje dom om eigenlijk, ja, toen ze zit in West logeren was het heel makkelijk naar Sloterdijk. Maar nu zit ze in het centrum meer. En ja, dan is Bijlmer denk ik toch iets makkelijker ook. Maar dat gaan we zien de volgende keren. Ik heb ook helemaal heel leuke cadeautjes gehad. Ik heb ook een paar kleine dingetjes geshopt, maar ik ga het niet allemaal laten zien, want ik vind van mezelf dat ik al veel te veel van mijn shopping spullen heb laten zien in de vakantievlogs. En ik heb echt die allemaal waterloze dingen, zoals bijvoorbeeld Primark Halloween oorbelletjes en een Halloween scrunchie en een Halloween diadeem met een kat. Ja, dat soort dingen heb ik geshopt. Ook een boekje. Het ligt niet hier nu toevallig, maar ook sieraden op en zo. En ik heb ook cadeautjes van Sid gehad, waaronder deze stempeltjes, een heel setje, snoepjes, ook sieraden, dit schattige doosje, Lush spulletjes. Sorry als ik iets vergeet, maar dat zijn de dingen die nu in mijn hoofd komen. Maar wat heb ik zelf nog geshopt? Eten, want we hebben dus die video opgenomen, die komt binnenkort online. En ja, ik heb ook nog verjaardagscadeautjes van mama gekregen, waaronder deze bladwijzers en een heel groot tekenboek, kleurboek eigenlijk meer. En ook nog geld, maar niet zo boeiend om te laten zien. In ieder geval, dit was mijn birthday vlog. Ik ging het eigenlijk niet doen, maar ik ben heel blij dat ik het uiteindelijk al gedaan heb. Ik ben 27, ik word oud. Hoera. Bedankt jullie voor het kijken en tot de volgende video. Adios.